Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij. Hierop It's Ultrex, de enige echte. Er is al een paar weken is er wat gaande. Er is een paar weken al wat loos. Iets wat al een hele tijd speelt binnen de groep bij ons. En dat is Sander. Jullie hebben Sander al een hele tijd niet in een video gezien. De laatste video was van vorig jaar. Ongeveer, denk ik. En hij is dan nog wel heel even in de vlog 666 geweest. Daar was hij eigenlijk uitgeknipt. Maar toch kon je hem op een paar stukjes kon hem zien. En Sander die... is de groep uitgezet door ons. Hij is al een keer eerder is die al de groep uitgegaan. Toen heb ik nog een video gemaakt. Was heel erg emotioneel, die video. Vandaag zal dat niet zo zijn. Want ik ben er een beetje klaar mee met al het gezeur en gezeik van wat er allemaal weer gaande is. Het is in ieder geval zo dat er vlog was er van de Efteling. Die vlog hebben jullie ook gezien. Dat was een hele rare vlog met allemaal muziek erin en zo. Daar was Sander bij en daar was ook Sander zijn nieuwe vriendin bij. Wat er allemaal gebeurd is, dat ga ik niet vertellen, want dat ga ik niet aan de grote klok hangen. Dat hoeven jullie ook niet te weten. Maar er is dag in de Efteling, is er wat gebeurd. Toen is de ruzie ontstaan. Ik ben vals beschuldigd van iets. En meneer Sander die kan dat niet. Kan niet goed nadenken in deze situatie. Want hij denkt alleen maar aan zijn vriendin in plaats van aan zijn vrienden. Hij gelooft mij niet. Hij gelooft alleen zijn vriendin. Gelooft hij. Mij gelooft hij niet. En... het is gewoon zo dat vertrouwen en onderlinge respect, dat heel erg belangrijk is in een vriendengroep. Daarom is er dus het een en ander voorgevallen. Er is al een keer ruzie geweest, toen was het weer goed geweest. Nou, daarna was er weer ruzie ontstaan. En nu is het eigenlijk de tweede ruzie die ontstaan is eigenlijk zo groot geworden eigenlijk. Dat er waren al een heleboel jongens, waren er al, die waren het al, na de eerste keer waren ze het al zat eigenlijk. Die hadden al na de tweede keer, na de eerste keer hadden ze eigenlijk al van, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Wij gaan naar de Efteling toe om een hele leuke dag te hebben, om een leuke vlog op te nemen. En... als je je eigen daar niet in kan vinden en ruzie gaat lopen schoppen. Terwijl je met mensen in een groep loopt die alleen maar het beste met je voor hebben. En die gewoon alles om je geven. Dat is dus niet gebeurd. Voor Sander heb ik een heleboel dingen heb ik opzij gezet. Ik heb een heleboel dingen heb ik... gedaan om hem te helpen, maar meneer die wil niet inzien, die wil dat niet inzien en dat is een goed recht, maar het is ook mijn goed recht om hem dan uit de groep te gooien. Ja, hij denkt nu dat hij mij in de steek gelaten heeft, maar ik heb hem in de steek gelaten voor de tweede keer. De eerste keer had hij mij in de steek gelaten, toen heb ik 3 weken ook niks van hem gehoord. 3 weken heb ik in onzekerheid gezeten daarover. En nu bij de tweede keer is de maat gewoon vol. Hij is gewoon te ver gegaan. Ik heb echt gezegd van, met zulke dingen, dan kan je gewoon niet meer leuk een vlog opnemen. Nu is hij te ver gegaan. Hij is over de scheef gegaan. Hij zorgt er gewoon voor dat ik niet meer mijn vlogs op een leuke manier kan opnemen. En daarom is hij gerooieerd uit de groep. Hij zal dus niet meer in vlogs voorkomen. Ik respecteer zijn keuze.
Ook al is het een hele verkeerde keuze. Want als het op een gegeven moment uitgaat en dat gaat echt nog wel een keer gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Maar goed, dat is mijn mening. Dan heeft hij gewoon helemaal niemand meer. En dan is het gewoon helemaal klaar. Dan heeft hij gewoon echt helemaal niemand meer, geen vrienden meer. Maar goed, het is zijn keuze. Ik respecteer zijn keuze wel. Alleen, voor een vriendin hoef jij je vrienden niet in de steek te laten. En dat is wat er eigenlijk wel gebeurd is, eigenlijk. Ik heb ook nooit gezegd tegen hem van dat hij het uit moest maken. Of weet ik voor wat of zo. Ik heb hem altijd laten gaan. Hij zat nog in het ziekenhuis gelegen. Daar heb ik gelijk tegen hem gezegd van, joh, je moet naar het ziekenhuis gaan. Ga naar je vriendin toe, want het is belangrijk dat je bij je vriendin bent als ze in het ziekenhuis ligt. Andersom mag zij dus wel bepalen. En vandaag kwam dus het grote nieuws naar buiten dat hij dus uiteindelijk voor haar gekozen heeft. En zijn vrienden zeg maar in de steek laat. Is dat een goede keuze? Ja, nee, eigenlijk niet. Maar kan ik er wat aan doen? Nee, ik kan er niks aan doen. Het is zijn keuze. Ik moet zijn keuze, hoe moeilijk het ook is, moet ik zijn keuze respecteren. Maar ik vind het wel heel erg kwalijk dat hij 2 jaar lang geprofiteerd heeft uit onze zak. Want het is niet alleen mij, ik spreek over de hele groep, spreek ik. En hij heeft gewoon geprofiteerd. Het is gewoon een iemand die geprofiteerd heeft van de situatie. De leuke dingen die we gedaan hebben. Daarbij van altijd van kunnen mee profiteren. En nu het even wat minder loopt, laat hij gewoon 2 keer laat hij gewoon keihard ons vallen. En dat is niet alleen ik, maar ook Kevin heeft die laten vallen. Ramon heeft die laten vallen. En Joost heeft die laten vallen. En ook Antonio heeft die laten vallen. Dus ik heb ook zoiets van, ik ga er niet meer om treuren. Ik kan er ook niet meer om treuren. Iemand die mij zo behandelt zonder respect. Zonder enige respect voor wat ik allemaal voor hem gedaan heb. Want het was op een gegeven moment een beetje een zoon voor me. Ik had echt een beetje een beetje een soort vader-zoon relatie had ik met hem. Het was me alles. Ik had alles voor hem over. En ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon niet over mijn kant laten gaan dat hij mij zo behandeld heeft. En daarom is hij dus uit de groep. Hij zal dus ook niet meer in Efteling vlogs of andere pretpark vlogs of gewone reguliere vlogs. Zal niet meer in naar voren komen. Ik heb hem voorgoed gerouilleerd. Hij komt dus ook niet meer terug. En we gaan gewoon op zoek naar weer andere mensen. Af en toe heb je dat wel eens. Een groep kan nooit, hoe graag je het ook wil, groep kan nooit bij elkaar zijn. Je ziet het wel eens in andere groepen. Je ziet het ook wel eens. Er is altijd wel, in de zoveel tijd is er wel eens dat er eentje een groep lieft. Of dat er weer een nieuwe bij komt. Bijkomen, dat is nog niet echt veel het geval geweest. Joost is ook weer teruggekomen. Maar dat was, die zat er eigenlijk al in, maar die is de groep geliefd en weer teruggekomen. Antonio is er wel nieuw bijgekomen. Sander was er toen nieuw bijgekomen. En Sander die heeft nu de groep verlaten. En hoe moeilijk dat ook is, moeten we gewoon weer doorgaan met vlogs maken. Hij gaat door met zijn leven. Ik ga door met mijn leven. Hoe moeilijk het ook is. Hij zal wel in ieder geval, zover ik nu kan zeggen. Ik weet niet of dat zo is, want
ja, je weet het eigenlijk nooit in de groep. Ik wou eigenlijk zeggen van ja, hij kan niet meer terugkomen, maar ja, je weet het maar nooit. Maar ik denk niet meer dat hij terugkomt, want dat vertrouwen is gewoon helemaal weg. En het is ook niet, kijk, met Joost was het anders en die is ook de groep uitgegaan en weer teruggekomen. Maar ja, het is niet de bedoeling dat je de groep uitgaat op momenten dat het slecht gaat en weer terugkomt als de situatie weer zo is dat je helemaal met lege handen staat en dan maar weer, snel terug gaat naar de groep waar je in zat. Er is ook natuurlijk wel een stuk respect, is er een stukje respect naar elkaar toe. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij alleen maar op de goede momenten er bent. En als het dan heel even verkeerd gaat of er is wat tussen gekomen of je hebt weer wat anders, dat je iedereen in de steek kan laten, de groep kan verlaten en weer terug kan kruipen als het weer als het jou uitkomt. Dat is natuurlijk niet het geval. Daarom, je weet het natuurlijk nooit. Met Joost wist ik het toen ook niet. Maar heb ik zoiets van, ja, ik ga mensen terugnemen alleen maar als het hun uitkomt. Er moet ook nog wel een stukje respect naar elkaar toe zijn. We maken wel eens grapjes, we maken elkaar wel eens belachelijk, we maken wel eens grappige dingen, doen we, maar wij zijn een hechte groep. En mensen die de eigen niet kunnen gedragen, die moet ik gewoon weren. En dat is dus met Sander is dat dus ook gebeurd. Daarom dus deze video. Ik ben altijd eerlijk naar mijn kijkers toe. Ik ben altijd eerlijk naar mijn mensen toe. Ik vond ook wel recht dat jullie weten wat er aan de hand is, wat er gebeurd is. Ik kreeg ook al een heleboel vragen van jongens, Marco, allemaal leuk. Waar is Ramon nou ineens gebleven? Ramon is ineens weg. Ik heb Ramon al een heleboel vlogs niet meer gezien. Nou, Ramon was eigenlijk ook een beetje precies hetzelfde. Ook een vriendinnetje gekregen. Ja, ook een beetje de jongens in de steek gelaten. Maar Ramon is toch, Ramon is alweer een klein beetje terug. Hij komt nog niet in de vlogs voor. Maar Ramon is wel weer terug. Daar heb ik wel weer contact mee. Heel goed contact mee. Haar is weer gedaan. Ja, jullie zullen in, als het goed is, komt er nog 2 vlogs komen er nog. Daar heb ik nog lang haar. U zal denken, hey, in de tussentijd is ineens is haar ineens korter. Er zullen nog, hierna zullen nog 2 vlogs of zo komen. Daar heb ik nog lang haar. Maar inmiddels, ja, weer lekker eventjes mijn haar laten scheren. Gisteren ben ik ook nog met Joost weg geweest. We hebben ook nog 2 leuke vlogs opgenomen. Ja, ene viel wel een beetje tegen. Andere was wel heel erg leuk. Maar in ieder geval, dit is het in ieder geval. Het is helemaal zo. Het zal niet meer zo zijn dat Sander dus bij ons meegaat naar pretparken. Ja, kermissen ging hij toch al niet mee, want hij is geen kermisganger. Kan allemaal gebeuren. Maar met pretparken zal Sander er helaas niet meer bij zijn. En ik hoop dat hij een goede beslissing gemaakt heeft. Ik vind het een verkeerde beslissing. Maar het is aan hem de taak om er een goede beslissing van te maken. En we zien het wel allemaal hoe het in ieder geval gaat. We gaan gewoon allebei weer onze eigen kant op. En dat heb ik toen met Joost ook gedaan. Dat is wel goed gekomen. Ja, met Sander is het een heel ander verhaal. Ik denk niet dat hij nog terug zou komen. Maar ik vond het toch eerlijk om te zeggen hoe, hoe de vlag erbij hangt, hoe de zaken zijn. En ook mijn mening te geven. Ik heb, de mening en het recht, vind ik, om mijn mening te geven. Dus vandaar dus deze best wel moeilijke video eventjes. Het is ineens heel erg serieus allemaal. We maken natuurlijk heel veel grappen, heel veel rollen.
gekkigheid en andere gekke dingen allemaal doen we. En dit is even een serieuze video, eventjes tussendoor. Vlogs, waarom heb ik dit niet in een vlog gedaan? Dat komt omdat ik momenteel ontzettend voorloop met de vlogs. En dan moet ik weer vlogs gaan, dan moet ik weer dan weer een ander nummer gaan geven. Ik heb al een heleboel vlogs heb ik al opgenomen. Er zijn er ook al een paar gemonteerd al. En als ik deze vlog weer moest doen, dan moest ik weer alle thumbnails aanpassen, alle nummers aanpassen. Daarom heb ik even een aparte video van gemaakt. Ik hoop niet dat die gestrijkt wordt. Maar vandaar dus even deze video. Ik hoop jullie allemaal weer te zien. Er komen dus nog een heleboel leuke vlogs komen eraan. Ik ben nog naar vier vlogs heb ik opgenomen buiten nog. Ondanks het coronavirus ben ik toch nog naar buiten gegaan. Ja, ik weet het. Sommige mensen zullen wel heel boos nu op me worden. Maar we hebben wel, ik heb wel rekening gehouden met de afstand. En ik ben niet dicht bij mensen gaan staan. Ik heb gepaste wijze heb ik afstand genomen. Dus er moet een totale lockdown komen. En dan denk ik dat ik ga stoppen. Maar voorlopig ga ik nog wel even naar buiten. Het is ook ontzettend lekker weer. En ik ben niet iemand die heel erg lang binnen kan zitten. Want dan komen de muren altijd op me af. Ik ben wel weer begonnen met Minecraft en zo. En andere games. Ik heb GTA opgenomen. Binnenkort ga ik ook weer GTA opnemen. En dat was het eventjes. Dus er komen nog een heleboel leuke vlogs aan. Blijf geabonneerd. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dus eventjes en druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik zou zeggen, doe even een duimpje de lucht in voor deze video en voor alle andere video's. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En ik heb al de hele tijd heb ik een glas cola en heb ik nog steeds niet aangedronken. Jongens, de groetjes allemaal van deze kant en ik spreek jullie allemaal. Bye bye! En ik hoop dat we nu weer leuke video's kunnen maken. Groetjes, bye bye, hoi.